staan hier op het Gildeplein en ik ga je spreken met Marcel Korver van Café Ons Plein. En we gaan een update doen. Ja. Want Marcel, horeca in de coronatijd, ja, hoe is het nu? Ja, dat is, laat ik zo zeggen, gelukkig hebben we overleefd. We hebben sinds maart vorig jaar, eigenlijk 2 weken nadat we de eerste keer moesten sluiten, zijn we begonnen met Surinaamse afhaalgerechten. Mijn vrouw is half Surinaams en die kent heel veel lekkere gerechten. En toen zijn we begonnen met pindasoep en roti. Nou, dat was het eerste weekend een groot succes. Dat zijn we door gaan zetten. Tot het moment dat we weer open mochten. En toen werd er zoveel gevraagd van blijf je doen. Nou, toen hebben we nog 1 keer per maand gedaan op zondag. Nou, dat was ook een succes. Ja, en toen moesten we weer dicht. En ja, toen was het natuurlijk heel voorspelbaar dat we het nog een keer gingen doen. Dus nu koken we al sinds 20 oktober. Ik had begrepen dat het de laatste week is geweest van de afhaalgerechten. Ja, kijk, weet je wat lastig is? We hebben natuurlijk een aantal data gehoord. We hebben 21 april gehoord. Nu horen we 28 april. En dat zijn allemaal onzekere datums. Kijk, van die 21ste wist ik bijna wel, dat gaan we niet halen. Maar die 28ste, ja, die lijkt gewoon er wel aan te komen. Dus de aanstaande week ga ik ook niet meer met eten aan de bak. Want ik moet met ras aan de bak. Ja, ik wil toch even de naam noemen, hè? Jacqueline, je vrouw, ja, die heeft heerlijke gerechten gemaakt. Hoe hebben jullie het overleefd? Nou ja, gelukkig, hè? Je noemde de naam al. Mijn vrouw kan fantastisch goed koken. Dus daar hebben we per week nog wel wat euro's mee binnen kunnen halen. Het allermooiste moment wat ik beleefd heb is in februari. Ben ik op zaterdagavond spontaan nagetipt te zijn geweest door een van mijn vaste gasten. Joh, start een inzamelingsactie. Ik hou daar niet zo van, vraag om geld. Ik ben ook een trotse man. Ik wil graag mijn eigen dingetje kunnen organiseren. Maar ik denk, weet je wat, ik doe het. En als ik nou 5000 euro binnenhaal, dan kan ik dat kapotte koffiestapparaat vervangen als nodig is. Of mijn koeling. Dus ik heb op Facebook heb ik een actie gestart. En alleen maar erbij gezet, geen jankverhaal per se, maar erbij gezet. Het potje is een keer leeg. Na een jaar houdt het op. Binnen 2 weken 11.000 euro van heel veel vaste gasten. Maar ook mensen die mij toevallig kennen. Het is Café Ons Plein. Wat leuk, we gaan hem 20 euro geven, 30 euro, 50 euro. Ik heb een donatie van 350 euro gekregen. Dus dat is bij elkaar geweest, 11.000 euro. Dat heeft ons toen overleven. En ik zei vertellen, die 2 weken dat geld bleef binnenstromen. 2 weken kippenvel en 2 weken echt tranen in mijn ogen. En ontzettend dankbaar. Dus hierbij ook nog eens een keer voor iedereen die ons een warm hart heeft toegedragen afgelopen jaar. Financieel of door heel veel af te halen. Want ik heb ook heel veel regelmatige afhalers. Dank is groot. En ik hoop jullie allemaal binnenkort weer te mogen ontvangen. Voor een lekker pilsje, wijntje, bitterballetje, pindaatje. Maakt niet uit. Koningsdag 27 april. De Oranje Vereniging die gaat dan uitzenden. Hè? Ja. Dit is een livestream. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, het is een fantastisch idee. Kijk, wij hebben natuurlijk allemaal ontzettend behoefte aan optreden. En we gaan met totaal 4 bands gaan wij een middag vullen. In samenspraak met cameramensen in Beverwijk. Die gaan er interviews afnemen. Die gaan verslag doen van dingen die zij zien. En dat wordt afgewisseld door 4 bands. Dus we spelen allemaal 2 nummers. Dan komt er weer een reportage tussendoor. Dan spelen we weer 2 nummers. En dat doen we met 4 bands. De coverband Gaaf zit erin. De Rockin' Robins. Tommy Ink. En dus Dr. Jekyll en Mr. Hyde. En dat zijn wij. Met 4 bands. Nou, dan gaat de vlag dus uit. Ja. Op Koningsdag, ja. Maar 28 april, want dan openen we natuurlijk op een grootse opening van de horeca. Ja, ik hoop er ook op. En weet je, ik denk dat ik, nou ja, ik spreek met name voor mezelf, maar volgens mij voor het gevoel van de hele horeca, we zijn er klaar mee. Ja. Snap je, het is niet meer te rijmen. Ik ben een heel jaar lang ben ik gewoon keurig volzaam geweest. Daar waar de horeca plotseling open wilde, heb ik gezegd, ik ga niet meedoen. Want uiteindelijk, je moet in gesprek blijven met elkaar, ook met gemeenten, ook met BOA's. Ik heb BOA's hier op bezoek gehad, terwijl het druk was op mijn terras. Allemaal keurig gemeten, 1,5 meter. Dus we hebben heel goed aan de protocollen gehouden. Maar we zijn nu klaar. Hè? Je moet je voorstellen, als je een datum hoort, dan ontstaat er een euforie. Want ik mag weer doen waar ik zo graag mee bezig ben. En toen werd het natuurlijk uitgesteld. Ik zei even vertellen, dat gevoel had ik al. Dus ik heb al gasten die bij mij eten kwamen halen. En mij feliciteerden met een nieuwe datum. Heb ik moeten temperen. Jongens, het gaat niet door. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, de eerstvolgende concrete datum die ze noemen, 28 april... Ik zit eraan te twijfelen of ik toch gewoon de boel opentrek. Ik kan niet meer. Ik wil aan de bak. Ik snap niet dat men tegen mij zegt, als je binnen bent, geen airco aan, maar doe een raampje open. Doe desnoods een jas aan en doe je deur open, want dan komt de buitenlucht naar binnen. En ik mag niet buiten zitten. En ik denk, als wij gewoon de protocollen handhaven als vorig jaar. Je gaat zitten, je gaat niet meezingen, je was je handen, je gaat naar het toilet toe. En je zorgt dat er niet meer mensen in het toilet staan. En je blijft gewoon zitten. En ik kom jou je biertje brengen, desnoods een mondkapje voor, op 1,5 meter. Dat kan. En ik ga het bewijzen en ik ga het doen ook.
En de 28e een pilsje halen. Wat mij betreft op terras bij Café Ons Plein.